Hi allemaal en welkom in weer een nieuwe video. Nou, het is je waarschijnlijk al lang opgevallen dat ik de laatste tijd mijn bril aan het dragen ben. Ik heb namelijk normaal gesproken zachte lenzen in. En deze week ga ik mijn ogen laten laseren. En dat is super spannend, maar ook super leuk natuurlijk. En in deze video ga ik jullie er helemaal in meenemen. Van voor tot achter hoe dat allemaal gaat eigenlijk. Dus het wordt een hele informatieve video. Want ik heb voordat ik deze keuze had gemaakt ook ontzettend veel research gedaan. En heel veel online gekeken naar andere video's. En dat heeft me ook best wel geholpen. Ik heb natuurlijk zelf heel veel onderzoek gedaan, zei ik. Maar dan gewoon een beetje op internet. Ik heb met heel veel mensen gepraat die hun ogen hebben laten laseren. Ik heb via Instagram ook nog gevraagd toen of ik volgers had die misschien hun ogen hebben laten laseren, bij welke kliniek ze dat hebben gedaan en hoe ze dat allemaal hebben ervaren. En uiteindelijk ben ik ook bij 2 klinieken op bezoek gegaan en heb gewoon gekeken hoe de vibe en de energie aanvoelde en de informatie die ik erbij kon krijgen en dergelijke. Het is voor mij heel erg belangrijk dat ik me ergens op mijn plek voel en van die 2 klinieken die ik heb bezocht, zat er eigenlijk best wel een groot verschil tussen. Ze waren hoe dan ook allebei super professioneel en ik kreeg er een goede vibe bij. Alleen de ene kliniek die was net iets meer to the point over de risico's, over de mogelijke bijwerkingen. Eigenlijk gewoon heel eerlijk en transparant voor mijn gevoel. Dus dat is ook de kliniek waar ik uiteindelijk voor heb gekozen. Ik kreeg er gewoon het beste gevoel bij. Ik ben ook iemand die gewoon zoiets heeft van wees lekker transparant, eerlijk en to the point. Want als het eenmaal zo ver is, dan wil ik gewoon weten waar ik aan toe ben. De kliniek waar ik voor heb gekozen is Visus. En wat ik super fijn vind en waar ik echt mega dankbaar om ben, is dat de Visus Kliniek mij een behandeling heeft aangeboden. En in ruil daarvoor geef ik jullie deze informatieve video, die zij ook weer kunnen gebruiken op hun website. Dus ja, nogmaals, ben ik heel erg dankbaar om. Maar weet wel dat ik echt heel erg eerlijk naar mezelf ben geweest, bij welke kliniek ik mijn ogen wilde laten doen. Want het is natuurlijk niet niks, het zijn mijn ogen. Nou, een aantal maanden terug heb ik een vooronderzoek gedaan. En dat is heel erg belangrijk, want dan gaan ze een hele hoop dingen meten. En dan krijg je ook überhaupt te horen of je wel geschikt bent voor het lezen van je ogen, want het kan ook zo zijn dat je misschien helemaal niet geschikt bent. Dus dat vond ik natuurlijk wel een beetje spannend, want dit is wel iets wat ik echt al jaren heel graag wil. En de reden dat ik het eigenlijk wil laten doen is omdat ik op dit moment sterkte -3 heb. Dus ik zie echt niet echt heel erg veel als ik mijn bril afdoe. En ik ben iemand die gewoon heel erg moeite ermee heeft met die lenzen steeds in en uit doen. Ik heb ook best wel veel last van droge ogen in de avond eigenlijk vooral alleen. En ik weet niet, het lijkt me gewoon heerlijk om weer eindelijk eens op te kunnen staan en alles scherp te kunnen zien. Want ik heb echt al lenzen sinds 2006, als ik het goed uit mijn hoofd weet. En dat is echt wel een tijdje natuurlijk. Nou, omdat ik dus zachte lenzen heb, heb ik deze 2 weken lang uitgedaan voordat ik op vooronderzoek ging. En tijdens dat vooronderzoek gingen ze dus een hele hoop meten. Zo hebben ze mijn scherpte nog een keer gemeten. Ze hebben de dikte van mijn hoornvlies gemeten. Ze hebben ook de droogte van mijn ogen gemeten. Ook nog de druk op mijn ogen. Dus eigenlijk gewoon alles wat je maar kunt meten van je oog, dat is er gemeten. En dan vervolgens gaan ze het nog een keer meten. Maar dan krijg je van tevoren van die speciale druppels in je oog. En deze druppels die zorgen er eigenlijk voor dat je ogen echt ontspannen. Dus de spiertjes bij je ogen, die span je altijd wel aan als je rondkijkt. En al helemaal als je een beetje zenuwachtig bent misschien. En met die druppels dan ontspannen je ogen en is de meting eigenlijk nog iets nauwkeuriger. Gaan we een klein beetje? Ja, echt een beetje. Nou, door die druppels die je in je ogen krijgt, dan gaan je pupillen dus ook enorm verwijden. Ik heb van die druppels in mijn ogen gekregen, waardoor mijn pupillen dus echt super groot worden. Dus op dit moment ben ik heel erg gevoelig voor licht. En ja, ik ben benieuwd of jullie het kunnen zien, want ik kan van dichtbij nu even niet scherp zien. Maar dus echt, hou er rekening mee als je voor onderzoek gaat doen, dat je daarna heel eventjes wat minder mobiel bent. Je kan beter niet gaan rijden nu. En neem ook zeker een zonnebril mee, want alles wat zeg maar wit is in de omgeving, als er een beetje zon op schijnt, krijg je een beetje dat effect als je een hele overbelichte foto maakt. Dus dat is heel fel. Oké, na afloop kreeg ik te horen dat ik mijn ogen mocht laten laseren. Dus daar was ik echt ontzettend blij mee. En daarnaast kreeg ik ook het advies welke van de technieken het beste bij mij zou kunnen passen. Dit is natuurlijk heel erg persoonlijk. En dit is ook gewoon wat je te horen krijgt dat bij jou past, dat zullen ze vaak wel weten. Natuurlijk kan je zelf je keuzes maken. Maar het is niet zo dat je gewoon kan kiezen. Want zij hebben je hele oog eigenlijk onderzocht. Dus het is de Relax Smile techniek geworden. En dit is een van de wat nieuwere technieken op de markt. Ze passen deze al een aantal jaren toe. En ze hebben natuurlijk hiervoor ook heel veel vooronderzoek gedaan, waarbij ze het ook nog allemaal hebben toegepast.
Dus ik ben hier wel heel erg benieuwd naar en ook wel excited over. Want dit is een techniek waarbij je eigenlijk de kleinste incisie maakt in je oog. Waardoor je oog dus eigenlijk veel sneller kan herstellen. Dus ja, dat klonk voor mij al super goed. Alsnog super spannend natuurlijk, maar ik weet zeker dat ik in goede handen ben. Na dat vooronderzoek heb ik nog een aantal maanden gewacht totdat ik mijn daadwerkelijke afspraak heb geboekt. Dat is echt puur omdat ik voor mezelf even de boel wilde laten bezinken. Ik ben ook nog tussendoor naar mijn opticien geweest om te checken hoe het zat met mijn oogsterkte. Is deze wel echt stabiel geweest de laatste jaren? Want dat is iets wat ik super belangrijk vond. Dus ja, het is nu bijna zover. Ik ga over 2 dagen mijn ogen laten laseren. Ik vind het ontzettend spannend, maar ik ga Larissa en mama meenemen. Larissa die gaat voor me filmen. We gaan straks even bespreken hoe we dat allemaal precies gaan doen. Ik denk dat zij het ook ontzettend spannend vindt, want het is wel een operatie. En mocht ik in deze video beelden erin hebben zitten waarvan ik denk, daar moet even een waarschuwingje bij. Dan uiteraard ga ik dat eerst van tevoren vermelden. Nou, ik zie jullie heel graag terug over 2 dagen en dan gaan we het allemaal meemaken. Vandaag is het zover. Ik ga mijn ogen laten laseren bij de Visus Oogkliniek. Ik ben hier op dit moment met mijn moeder en Larissa die is er ook. Die komt nu hier aanlopen. Ja, ik moet zeggen dat de zenuwen eigenlijk wel meevallen. Ik voel wat spanning, maar ik heb er vooral heel veel zin in eigenlijk om mijn ogen gelezen te hebben. Het is ook nog eens een mooie dag zoals je ziet, dus dat maakt me altijd heel erg blij. Ik ga straks naar binnen en ik weet al dat ik straks in een groepje met andere mensen die ook hun ogen laten laseren naar binnen ga. En dan krijg ik daar een uitleg. Maar dan weet je dus dat er straks andere mensen ook nog bij aanwezig zijn. Een hele grote toeter heb ik op mijn hoofd. Nou, zoals je ziet, het is bijna klaar om naar de behandeling te gaan, zeg maar. Of om met de behandeling te beginnen. Dus ik heb een heel mooi pakje aangekregen. Dus eigenlijk gewoon omdat ik dan, omdat ik straks een steriele ruimte in ga. En als bescherming. En ik heb hier een hele leuke beer. Leuk, echt leuk. Dit is eigenlijk als mentale support, maar ook zodat ik hem vast kan houden en zodat ik niet straks... Ja, met mijn handen ongeluk naar mijn ogen toe gaan. Ik heb wel zin in eigenlijk. Oh, ik wilde net vragen. Heb je er zin in? Top. Ja, ik heb gek genoeg niet zo heel veel zenuwen eigenlijk. Want ja, het is natuurlijk wel heel erg spannend. Maar tegelijkertijd heb ik zoiets van, ik moet het maar gewoon over me heen laten komen. En het gaat gewoon nu gebeuren. Dus wat er net ook al is gebeurd, is ik heb wat druppels in mijn ogen gekregen. En ik weet niet of je het kan zien, maar ik kreeg net te horen dat mijn pupillen iets groter zijn. En ja, die hebben mijn ogen eigenlijk verdoofd. Dus en die druppels krijg ik straks nog een keertje. Zo, Larissa die wordt ook eventjes ingepakt. Want Larissa die gaat straks met mij mee de ruimte in. Dus het is belangrijk dat ze ook al deze kleding aankrijgt. Ze ziet er goed uit, Liz. Klaar voor? Ja. Goed zo. Okay. Mag ik meekomen? Yes, dankjewel. Mevrouw Verbon, kom verder. Even open. Hallo. Hallo, welkom. Goeiedag. Goeiedag. Hey, ja. Een beetje, dat is normaal. En ook nu dicht, dan echt gescholden. Maar goed, u komt voor werken behandeld met vandaag. Ja, dus eerst relaxen en dan lachen. Oké, dat gaan we doen. U hoort alles stap voor stap. U krijgt geen pijn, geen last. U doet dat niet verkeerd doen. Dan hoort u alles meerdere keer. Vanaf nu heeft u meer aan uw gezicht doen. Als je het gezicht wordt niet afgelegd en bestellen maken. Maak u zo. Kijk, je zit niet voor een gelukkige belanding. Klopt dat? Daarin kijken en vanaf nu niet bewegen, niet praten, niet knijpen, laat maar gaan. En maar gewoon nog 10 secondes. Je doet het keurig, ik kan vervolgens 8 seconden klaar, nu afdrogen. Dan neemt u nu korte pauze nog afgevonden. Als je te laten verdoven wordt uitgewerkt, dan wordt een beetje irritatie, branderig tranen, lichtgevoeligheid en zandkorrels gevolgd. Het is gebeurd 1/2 uur voor 1 op, het is gebeurd voor 1/2 uur. Maar 5 uur later gaat alles op. Dat onderbreuk, denk ik. En nog met mijn collega Sam naar rustkamer. Hoe voel je het daar? Het klopt wel met het gevoel van alsof je onder water ziet. En ik zie jullie scherp eigenlijk. Wauw. Maar wel nog een beetje een... Maar scherper als net al dan? Ja, wel veel scherper als net al. Maar wel een beetje zo'n klein baasje inderdaad. Voor alsof je onder water zit. Ik vond het net even vlak voor de behandeling wel even spannend. Maar eigenlijk was het zo voor mij. Ja, zeker. Het ging echt heel snel. En ik
heb er niks van gemerkt. Ik denk dat het voor jullie enger was om te zien. Dus een gekke ervaring eigenlijk wel. Yes. Plaatsnemen alsjeblieft. Tara heeft net even een controle gehad in de kamer en we hebben eventjes alle kleding uitgedaan, of hoe noem je dat? De verpleegse kleding. Ja, alles bleek goed na de controle, dus dat is ook goed. Nu voel ik wel, ik voel wat rond mijn ogen, maar dat komt omdat er dus volgens mij nog oranje spul omheen zit, zei Larissa, van de desinfectie. Dus ik voel een beetje dat mijn huid eromheen trekt. Maar verder geen pijn. Die gaan langzaam, wordt dat steeds scherper. Maar als ik jou nu zie, zie ik jou echt al veel scherper dan net. Ik vind het echt zo bizar. Hiervoor zag ik gewoon geen gezicht. Nu zie ik wel echt je gezicht. Maar er zit een soort van witte waas of zo omheen. Is dat niet een hele bizarre gedachte dat je hier eigenlijk 15 minuten geleden op precies dezelfde plek zat? Het is heel raar, maar ik had eerlijk gezegd, want hij zei al van op een gegeven moment dat ik mijn ogen open kon doen. Toen dacht ik, wow, dat is eigenlijk... En... op het moment dat hij iets uit mijn oog verwijderde, dat zie je ook gebeuren. Oh. Je ziet het niet gebeuren, maar je ziet een soort van lampje. En toen zei ik een lampje moest volgen, die zag ik alle kanten op gaan. En daarna haalde hij iets weg. Maar dat zie je een soort, alsof er een soort doekje wordt weggehaald van je ogen. Dus het is sowieso wel een hele bijzondere ervaring, vind ik. Had je trouwens nog die valiumpil ingenomen of niet? Ja, zoals ik al eerder zei, was niet heel zenuwachtig. Dus ik denk dat dat ook wel heeft geholpen. Maar dat ik misschien zelf ook al wat minder zenuwachtig was. Omdat ik echt wel veel voorbereiding heb gedaan. Ja, iedereen is ook wel heel erg kalm en gewoon chill. En het gaat allemaal heel gestructureerd ook. Ja, dat is fijn. Kijk dan, zonnebril binnen. Tijd om nu mag naar huis te gaan. Zonnebril blijft op, ook even in de avond. Vanwege alle lantaarnpalen en tegenliggers straks met de auto. Dus ja. Ik mocht een beer houden. Yay! Ja, dus die ga ik aan Marcel geven. Vind ik wel leuk. En jongens, deze bril, die mag weg. Later! Zo, ik ben inmiddels weer thuis aangekomen en het is ondertussen buiten een beetje donker geworden. Dus het is ook best wel wat donker om te filmen. Ik sta nu in de buurt van de lamp, maar ik kan nog niet zo heel erg goed tegen licht. Dus misschien dat ik een beetje moeilijk kijk. Ik ga even een stapje naar achter toch doen. Vanaf nu is het gewoon super belangrijk dat ik echt ontzettend veel ga druppelen. Dus omdat ik wel wat vaker last heb van droge ogen, ga ik om het kwartier druppelen in plaats van om het half uur wat vaak wordt aangeraden. En om het uur een druppeltje antibiotica. Misschien kan je het een beetje zien, maar ik hou mijn ogen een klein beetje om 6:30. Ze zitten een beetje laag. Dat komt omdat ik natuurlijk net die behandeling heb gehad. Dus mijn oogleden zijn wat zwaarder en kijk ietsje moeilijker. Dus die vallen steeds een beetje dicht. Nou, er werd me al gewaarschuwd dat ik nu een beetje last zou kunnen krijgen van een zanderig gevoel in mijn ogen. En ik had in eerste instantie het gevoel dat er een korreltje zand in mijn rechteroog zat. Dat gevoel is nu weer weg. Toen kreeg ik hem in mijn linkeroog. Nu heb ik een klein beetje het gevoel alsof ik aan de zijkant van mijn oog misschien dat er een klein wimpertje inprikt. Maar ik moet zeggen dat het me echt ontzettend meevalt. Ik heb eigenlijk helemaal niet een heel erg branderig gevoel. Ik heb dus vooral heel erg last van dat mijn ogen een beetje half dicht staan. Wat ik wel gewoon interessant vind is dat ik eigenlijk gewoon alles wel scherp zie. Maar wel met nog een beetje een baasje eroverheen. En dat is normaal. Dat gaat op een gegeven moment dus wat scherper worden. Wat ik net ook al zei. Maar omdat het donker is, heb ik nog best wel last van halo's en glares. Dat is iets wat ik van tevoren een heel spannend idee vond. Maar wat er gewoon echt helemaal bij hoort. En dat is dus dat ik om een lamp echt zo'n kleurtje zie. Dus dit is dan een bolletje lamp. En dan eromheen zie ik dan nog een beetje zo'n licht glare. Dus dat is ook wel apart. Omdat het dus nu avond is, zie ik het overal. Net in de auto heb ik ook echt even mijn ogen dicht gehouden. Met mijn zonnebril op. Omdat ik het toch wel intens vond. Dus ja, licht vind ik op dit moment nog wel een beetje gevoelig. Maar dat is hartstikke normaal. Nou, zoals ik al zei, druppelen is ontzettend belangrijk. En om dat niet te vergeten, heb ik gewoon een hele hoop wekkers op mijn telefoon ingesteld. Want ik ga nu druppelen tot en met ik ga slapen. En ik moest de antibiotica doen tot en met 11:00. Dus ik heb gewoon wekkertjes gezet voor zowel de kunsttranen als de antibiotica. Zodat die steeds afgaan. En dan weet ik zeker dat ik ze niet vergeet. Mijn vriend is op dit moment aan het koken. En die kan me ook helpen met druppelen. Omdat dus mijn ogen een beetje half dicht zitten. Dan vind ik het wat lastiger om dat te doen. Want de kunsttranen, daarmee is niks aan de hand. De antibiotica die prikt een klein beetje. Dus ik denk dat het gewoon helemaal goed gaat komen. Morgenochtend heb ik de eerste controle. In de ochtend om 9:30. Dan komt Larissa me weer ophalen. En ik ben heel erg benieuwd of ik dan alweer nog een stukje scherper zie. Dit zijn dus de druppels die ik heb meegekregen. Dit zijn van die kunststranen. Dit zijn de antibiotica druppels. En dit is een bril.
Deze bril die ga ik de komende 3 dagen opdoen tijdens het slapen. Nou, ze zeiden al, Prada is er niks bij. Ik ben het er helemaal mee eens. Dit is echt wel een blitzertje. Dit is echt gewoon een snelle planga. En het idee is dat ik dus niet met mijn handen dan per ongeluk in mijn oog kan komen. Natuurlijk kan het gebeuren dat hij afgaat tijdens het slapen. Maar het is gewoon een soort van extra zorg. En wat misschien ook wel leuk is om te weten. Ik kreeg nog als tip dat ik deze misschien ook wel kan dragen als ik achter de computer toch nog ineens wat moet doen. Want het licht van je telefoon en je computer is best wel fel. Zoals jullie misschien eigenlijk nu ook al wel ervaren. En ook nog eens blauw licht. Dus dan zou dit het iets prettiger maken om naar het scherm te kijken. We zijn nu een paar uurtjes verder. Het is 21:30. En ik kan jullie nu iets beter te woord staan. Je kunt het misschien wel een beetje aan me zien. Mijn energielevel is weer wat hoger. En mijn ogen staan weer gewoon open. Ja, ik had eigenlijk verwacht dat op dit moment een beetje last zou hebben van pijn. Zanderige ogen, dat het allemaal veel erger zou worden. Eerlijk gezegd is het juist minder geworden. En had ik de meeste last net na de behandeling. En tijdens het praatje van de nabehandeling. Dus tot nu toe valt het me heel erg mee. Maar goed, ik heb nog een paar uur te gaan voordat ik ga slapen. Dus mocht er nog iets zijn, dan update ik jullie. En zo niet, dan zie ik jullie morgenochtend weer. Wat ik wel heel erg fijn vind om te merken is dat die waas al grotendeels is weggetrokken. Als ik nu in de spiegel kijk, zie ik mezelf scherp. Van dichtbij zijn dingen nog niet 100% scherp. En niet alles ver weg is scherp. Tot nu toe gaat het goed. Het is nu de ochtend erop. Het is nu 8:00 ochtends. Dus het is nu net licht aan het worden. En het is nu de eerste keer dat ik dingen ga zien terwijl het langzaam licht wordt. Want in de avond zie je toch net wat minder dan in de ochtend. Ik verbaas me er echt om hoe snel ik alweer scherp zie. Ik werd vanmorgen wakker en ik slaap tegenover een plantje die aan de wand hangt. En ik zag hem scherp en mijn eerste gedachte was, wow, ik kan deze gewoon scherp zien en ik heb geen bril op. En het voelde zo fijn. Nou, mijn wekker gaat. Dus ik heb er een hele reeks aan wekkers gezet. Dit keer voor een kunstraan en ik heb mezelf ook al antibiotica druppels gegeven. Gisteren had ik het idee dat hij best wel prikte, maar toen ik hem net aan mezelf gaf was dat prikt het eigenlijk gelukkig helemaal niet. En het lukt me ook zelf, dat is ook wel heel erg belangrijk, want mijn vriend is nu naar zijn werk, dus die kan me niet helpen. Dus ja, dat is gelukkig allemaal super haalbaar en te doen in je eentje. Zo, we zijn nu een uur verder. Het is echt een stuk lichter en ik heb al goed om me heen gekeken. Ik kan echt veel zien en daar ben ik echt ontzettend blij mee. En ik kan het nu het resultaat eigenlijk nog wat beter zien, dus omdat het licht is. Nou, Larissa die komt mij straks ophalen met de auto, want we gaan naar de fysiskliniek in Utrecht voor de eerste controle. Super fijn dat het gewoon in Utrecht is, waar we ook wonen. Dus dat is lekker dichtbij, maar we gaan met de auto, want dat is gewoon wel het meest veilig en ook wel het meest chill op dit moment. Oké, nou, ik sta weer buiten. We hebben dus net de meting gehad. En er is mij verteld dat mijn linkeroog die heeft 98% sterkte en mijn rechteroog 96%. En samen heb ik eigenlijk al 100% sterkte. En ik zie nog niet, ik zie zeg maar wel scherp, maar nog niet 100%. Want er zit nog een klein beetje zo'n mist overheen, dat vertelde hij ook. Mm-hmm. Dat gaat langzaam weg. Maar ja, dat klopt. Het is wel met mijn gevoel dat ik al best wel veel scherp kan zien. Dus daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Ik vind het echt verbazingwekkend, joh. Ja, best bizar, hè? Ja. Mijn ogen die zagen er goed uit, maar nog wel een beetje droog. Vaak wordt aangeraden om in ieder geval om het 30 minuten te druppelen. Maar als je droge ogen hebt, wel wat vaker. Dus ik ben eigenlijk al vanaf gisteren elk kwartier gaan druppelen. Dus dat ga ik nu ook doen. Toppie! Zo, het is vandaag 26 november en ik ben inmiddels op tweede nakontrole geweest bij de fysio in Utrecht. En er werd me verteld dat mijn visie nu 120% en 110% is. Dus het is mega scherp. Het zit boven de 100%, maar ik zit nu even naar buiten te kijken. Het is niet alsof ik extra scherp zie of juist minder scherp omdat het erboven zie. Het is gewoon hoe het eigenlijk altijd had horen te zijn. Dus dat is echt super top. Het druppelen de afgelopen periode is mega goed gegaan. Ik heb nergens last van gehad. Ik heb mijn timers gezet. Dat is echt super belangrijk, want anders schiet het er heel snel bij in. Ik had alleen 2 dagjes een beetje last van prikkende ogen. Dus ik had een vermoeden dat het zou kunnen liggen aan de hygiëne van mijn oog. Omdat ik het niet zo goed kon schoonmaken. Dus dat werd ook verteld bij Fysis dat ik dat nu moet gaan doen. Want ik heb een klein beetje last van verstopte kliertjes. Dus ik moet de boel een beetje warm maken, masseren en schoonmaken. Ik heb hier speciale wipes voor nu. Dit zijn
echt voor je oogleden. Dus die zijn super schoon. Dus ik ga dat niet gewoon doen met make-up remover. Maar echt met van die steriele doekjes. En sinds ik dat heb gedaan is het prikken ook meteen over. Dus ik had al zo'n vermoeden dat dat daaraan lag. Want ik herken het een beetje van de periode toen ik nog wimper extensions had. En toen had Larissa daar trouwens ook last van verstopte kliertjes. Want toen konden we ook onze ogen niet zo goed schoonmaken. Omdat je niet met een watje eroverheen mag als je extensions hebt. Dat was een vliegje. Dus dat is helemaal goed. De komende tijd ga ik gewoon goed door met het druppelen. Goed door met het schoonmaken van mijn ogen. Ik mag over een paar dagen weer make-up op mijn ogen dragen. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik het een beetje spannend vind. Omdat ik het daarna dan ook weer eraf moet halen. Maar zoals je wel aan me merkt, ik ben heel erg vrolijk. Alles is eigenlijk gewoon prima. Ik heb geen pijn, ik heb geen irritaties. Het is me allemaal eigenlijk ontzettend meegevallen. Zowel de operatie als eigenlijk de periode daarna. In deze video heb ik hopelijk een hele hoop zorgen weggehaald. En ook heel veel vragen beantwoord voor jullie. Ik had er nog twee die ik niet beantwoord had. Ik had het even gevraagd op Instagram. En dat is bijvoorbeeld vanaf welke sterkte je kunt laseren. En bij de Relax Smile is dat vanaf min 75 tot min 12. Maar het ligt ook wel een beetje aan de dikte van je hoornvlies en dergelijke. Dus een vooronderzoek is sowieso een must. En heel veel informatie vind je trouwens ook op de website van Fysis in de kennisbank. Verder de prijs. Ik weet niet 100% zeker of ik het nou heb genoemd. Maar het is voor één oog €1700 en voor twee ogen €3299. Dus het is een flink prijskaartje. Maar ja, dit is ook sowieso een behandeling die je niet zomaar doet. Waar je echt wel voor spaart, veel research naar doet en dergelijke. Nou, dan ga ik de video nu afronden. Super bedankt, Fysis, nogmaals. En heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video interessant vonden. Geef de video een duimpje omhoog als het zo was. En abonneer je op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende video. Doeg!